Kees Veldboer, de oprichter en directeur van Stichting Ambulancewens, is maandag na een hartstilstand overleden. Veldboer was zelf 20 jaar lang ambulancechauffeur en kwam in 2006 op het idee tijdens een van zijn vele ambulanceritten in Rotterdam. Een patiënt vertelde hem dat hij graag nog één keer op een schip zou willen varen. Die wens ging in vervulling. Het leuke ervan is, alles is eigenlijk mogelijk voor de patiënt. Alles als de patiënt maar geniet. En dat is het belangrijkste. Inmiddels zijn meer dan 16.000 wensen vervuld. En het concept van Stichting Ambulancewens is in meerdere landen overgenomen. Veldboer werd in 2016 door de BBC uitgeroepen tot meest inspirerende man van het moment. Je komt binnen 's morgens en dan zie je de mensen dat die wat somberder is, zeg maar. Omdat ze liggen te wachten totdat ze doodgaan. En dan komen wij daar binnen en wij doen heel normaal. We beginnen zelfs schijntjes te maken. En dan zie je mensen even denken van, hè, wat is dit? Maar heel snel gaan ze al mee daarin. En dat is het leuke ervan. En dan zie je mensen, de ogen zie je weer gaan stralen. Je ziet ze gaan lachen. Heel snel zie je dan dat de familie mee gaat volgen. Maar ja, het is zo leuk om te doen ook. En ik ben alleen maar trots dat het zo'n succes is geworden gewoon. Natuurlijk heb ik het bedacht, maar natuurlijk... Zonder die vrijwilligers ben ik niks. Ik kan niet in mijn eentje 6 of 7 ambulancebestuurders, dat gaat niet. Daar heb je iedereen voor nodig. En met z'n allen doen we het. En daar vind ik zo graag dat mensen zo enthousiast zijn om ons te helpen. Zeg maar. Dat vind ik gewoon geweldig. Dat vind ik leuk. Geniet ik van. Kees Veldboer is 62 jaar geworden.